Marianne is zo stil, nog stiller dan normaal. Haar zusje is heel ziek, dat weten we allemaal. Niemand durft te vragen hoe of het ermee gaat. Misschien wordt ze verdrietig, misschien wordt ze heel kwaad. Ik weet niet wat ik moet doen, we zijn twee hartsvriendinnen. Ik kijk haar aan en zeg geen woord, ik kan niets liefs verzinnen. Moeder zegt, het is al goed als je aandacht aan haar schenkt. Dat klinkt gewoon, maar doe het maar. Het praat vaak anders dan je denkt. Marianne is zo bleek, het gaat niet goed met haar. Haar zusje die gaat dood, nog even duurt het maar. Iedereen die weet het, maar niemand zegt een woord. Het lijkt wel of Marianne wat ik moet doen, wat zou ik kunnen zeggen? Ik kijk haar aan en sta me wat, het valt niet uit te leggen. Vader zegt, het is al goed als je een briefje bij haar brengt. Ik weet niet veel, een paar woordjes maar, het schrijft zo anders dan je denkt. Marianne is afwezig, het kwam niet onverwacht. Haar zusje is gestorven, midden in de nacht. Ik loop van school naar huis toe en aarzel door haar straat. Dan plotseling hart bond in mijn keel, heel zachtjes bel ik aan. Even krijg ik het benauwd, als ik haar met mijn brief zie staan. Marianne zegt, dankjewel, dat jij er voor mij bent. Ik kijk haar aan en voel meteen, vriendschap is anders.